Ik wil zoveel dingen. Een nieuwe jurk, een lippenstift en een bioscoopkaartje. Alleen glipt mijn geld door mijn vingers. Als zand. Een uitstapje naar het waterpark zal niet zo duur zijn. Als je eten en drinken meeneemt. Maar hoe kunnen we dat doen? De bewaker kijkt toe. Je zult een beetje stiekem moeten zijn. En schalen met eten onder je kleren verstoppen. Het maakt niet uit dat we er zwanger uitzien. We komen er tenminste in. Het is ons gelukt om voedsel door de beveiliging te krijgen. Geweldig, we kunnen onze kleren uittrekken. Klop, klop, wanneer ben je uitgerekend? Mijn uitgerekende datum is eigenlijk vandaag. Hier heb je wat snoep. Oh, wat zijn we toch slim. Proost! Wilde je in het zwembad eten? Je vriendin kan je gewoon laten bezorgen. Er zit zoveel lekkernijen in haar buik. Soms vind je geld vlak onder je voeten. Oh, een muntje! Nu ben ik geïnspireerd om hier en nu geld te verdienen. Je hoeft alleen maar een bordje op te hangen met een motiverend opschrift. Gooi een muntje voor geluk. Geweldig! Nu kunnen we wachten op de eerste klanten. Mensen houden ervan om dit soort dingen te doen. Dus je hoeft niet lang te wachten. En na een tijdje hoef je alleen maar je verdiensten te incasseren. Deze fontein heeft echt geluk. Het is geweldig, nietwaar? Een drijvend matras opblazen zonder pomp. Het is zo moeilijk. En het is een mooie gelegenheid om geld te verdienen op het strand. De pompende profs zijn er al. Wie slaat er zo'n mooie service af? Nog een paar minuten en het matras is klaar. Verzamel nu je beloning. Oh, wauw! Deze meisjes weten hoe ze geld kunnen verdienen. Hier is een nieuwe bestelling. Klaar! Je kunt het teruggeven. En nu kunnen we rusten. Het is warm. Ik wil een ritje maken. Laten we eens kijken hoe het met onze financiën zit. Niet genoeg voor twee kaartjes zeker. Maar ik weet wat we kunnen doen. Eerst naar de kleedkamer. Dezelfde badpakken, petjes en brillen zijn meer dan een teken van onze liefde. Het is een gelegenheid om het personeel in verwarring te brengen. Terwijl Lily geniet van het wakeboarden, wacht Jane in de bosjes. Onthul jezelf alleen niet voordat je aan de beurt bent. En nu? Lichaam verwisselen. Nu is het Jane's beurt om het water te rijden. Dat is het. Eén kaartje voor twee. Goed gedaan. Waarom doen we dat niet nog een keer met een andere rit? Laten we het proberen. Jane heeft dus al een staand paddleboard. Als je klaar bent met je ritje, geef je het door aan je vriendin. Herhaal hetzelfde trucje. Succes! Mensen die geld willen verdienen vinden altijd wel een manier. Zelfs op plaatsen waar anderen komen om geld uit te geven. Winkelwagentjes zijn een geweldige bron van inkomsten. Want om ze van elkaar los te koppelen, gebruiken mensen een muntje. Weet je hoeveel luie mensen hun karretjes niet terugbrengen? Het enige wat we hoeven doen is het verloren karretje terugvinden en naar een rechtmatige plaats te brengen. Zo zie je maar, geld maakt geld. We hebben goed werk verricht, laten we het er gaan uitgeven. Op het gras zitten en selfies nemen is geweldig. Maar er ontbreekt iets. Heerlijk ijs. Dat zou zo lekker zijn. Dus, wat is het probleem? Neem een paar mandjes mee en ga. Daar staat een kersenboom. Kijk eens hoeveel we er hebben.
Nu naar de keuken. Je hebt ijsvormpjes nodig, wat honing en handschoenen om je handen niet vuil te maken. Scheid de vruchten van de pitten. Daar ga je dan. Laten we de bessen in de blender doen. Voeg honing toe. En maak een smoothie. Giet nu het zelfgemaakte mengsel in de vormpjes en vries het in. Joepie, je hebt echte fruitlollies. Zonder toevoegingen of kunstmatige smaakstoffen. Lekker. Lily gaat op een afspraakje, maar het lijkt erop dat haar make-up in gevaar is. Ze heeft geen foundation meer. Perfecte timing. Wat moeten we doen? Dit is moeilijk. Maar Jane heeft een geweldige lifehack. Je hebt wat gezichtslotion nodig. En ook poederparels. Doe wat parels in het bakje met lotion en roer ze tot ze opgelost zijn. Je nieuwe foundation is klaar. Geweldig! Het is perfect voor een noodgeval. En vergeet het niet aan je vrienden te vertellen. Ontharingscreme is ook snel op. Maar hoe kun je geld besparen? Kijk en leer. Breng het op één been aan en verplaats het dan naar het andere. Het werkt! Je gebruikt maar half zoveel. Het is het proberen waard. Er schijnen wat problemen te zijn met de afwas. We hebben helemaal geen afwasmiddel meer. Er is geen drupje meer over. Het is niet erg. Een gewoon stuk zeep zal de dag redden. Knip een gat in een spons zoals dit en leg de zeep erin. Wauw, dat is een heleboel schuim. Je kunt een hele berg afwas doen met deze spons. Ook als je niet veel geld hebt, kun je jezelf trakteren op nieuwe kleren. De prijskaartjes zijn niet zo geweldig hoor. Deze dingen zijn zo duur dat ik bang ben ze zelf maar aan te raken. Maar als je iets mooi vindt, is het heel moeilijk om nee te zeggen. Jane schijnt weer een geldbesparende hack te hebben. Op het eerste gezicht is er niets ongewoons aan. Gewoon spullen naar de kassa dragen en betalen. Trek het aan met de prijskaartjes en alles. En ga een film kijken. Zelfs als iemand het prijskaartje ziet, wat maakt het uit? Doe gewoon alsof het een nieuwe trend is. En dan, nadat je van de kleren genoten hebt, kun je ze terugbrengen naar de winkel. Ze moeten er nog nieuw uitzien natuurlijk. Verkopers zouden er niet echt van terugbrengen. Maar er is niets op aan te merken. De prijskaartjes zitten er nog aan. En het geld gaat meteen terug in de portemonnee. Als je erge honger hebt, de koelkast is helemaal leeg. Wel op één ei na. Dat is duidelijk niet genoeg. Ik heb een idee. Ik kan medelijden krijgen van mijn vriendje. Lieverd, ik ben zo ziek. Kun je me wat eten brengen? Ik heb geen kracht om naar de winkel te gaan. Joepie, hij trapte erin. Nu moet je je in het beeld van de miserabele patiënt verplaatsen. Hier komt de bezorging. Oh, dank je. Geef me zakjes. Nee, geen contact. Ik ben super ziek. Doei! Joepie, laten we smullen. Kijk eens hoe heerlijk het is. En het is allemaal gratis. Zelfs als je in een café zit, kun je nog wat winst vinden. Hier liggen wat pakjes suiker. Niemand neemt ze mee, wat wel dwaas is. Verstop de suiker in je rugzak. En ook de servetten. Er is ook genoeg te pakken aan de volgende tafel. Doe gewoon voorzichtig en vestig geen extra aandacht op jezelf. Vond je onze lifehacks om geld te sparen en te verdienen leuk? Laat ons dan weten welke ideeën jou het meest inspireerden. Vind je deze video leuk? Abonneer je op ons kanaal. Klik op het belletje om geen handige ideeën van Troom Troom Wow te missen.